Frans is wel mijn favoriete taal. Die ik, het onderwerp vond ik interessant, omdat ik na mijn gymnasium, dat was, heb ik diploma gehaald in juni 1968. En was ik net een maand te laat voor de revolutie in Parijs zelf mee te maken. Maar ik heb alle discussies op de Universiteit van de Sorbonne en zo meegemaakt. En dat vond ik ook zo interessant. Ik ben ook later een moderne Chinees gaan studeren. Ja. En ik wil alles Chinese revolutie natuurlijk geleerd. En toen pas ook wel gezien dat wat er zich in China afspeelde helemaal niet werd begrepen door de mensen die daarmee goede sier maakten tijdens die Parijse 68 revolutie. Die hebben het niet goed, toch niet heel goed begrepen wat zich daar afspeelde. Maar in mij is wel altijd iets revolutionairs gebleven. Misschien omdat op school al, hè, met Victor Hugo en zo'n jongen daar op de barricade, Gavroche, daar kon je heel goed mee identificeren. Ja. Omdat hij terugblikt, natuurlijk ook de menselijke verhoudingen binnen iemand die zich identificeert met grote wereldproblemen, misschien nog wel eens aandacht voor de persoonlijke betrekkingen schiet daarmee in, dat verliest daarmee wel eens de aandacht die het verdient, dat is altijd. Maar de andere kant is nu ook waar. Als mensen alleen maar in hun kleine omgeving geïnteresseerd zijn en de geopolitiek niet volgen, maar waarvan wij wel de consequenties hebben, de migratie en zo, dan is dat niet zo goed. Ik vind dat universiteiten moeten geen beroepsopleidingen worden. Daar moeten mensen zijn die, net zoals in de 60 jaren daar in Frankrijk, toch ook een beetje die betuttelende structuren zijn opengebroken daar door de studenten. Ja. Zou nu ook, vind ik wel, een strijd tegen politiek correcte, tegen de toenemende ook censuur op de sociale media, die neemt ook ernstig toe. En dan vind ik dat eigenlijk jonge mensen zich ook hun toekomst weer moeten veroveren. Hè? Dus je zit nog wel iets van een miskend revolutionair voor u. Ik ben helemaal niet zo filmenthousiast, maar ik kom echt wel voor Franstalige films of andertalige films, waarvan ik, als ik de taal een beetje kan volgen. Ja. Dus, ik heb het helemaal gehad met de Anglo-Saxische wereld wat dat betreft. Dus ik ben taalgevoelig en ik houd erg van de Franse taal. Dus dat is juist.